In dit filmpje leg ik je de werking uit van een RNA-vaccin tegen corona. Pas op, dit is een eenvoudige uitleg. Het is geen betoog om je te laten vaccineren tegen corona. Het principe van mRNA-vaccins is niet nieuw. Het wordt reeds gebruikt bij de behandeling van bepaalde kankers. Hallo, ik ben Otto Ome. Welkom op mijn YouTube-kanaal. Als dit de eerste keer is dat je op mijn YouTube-kanaal komt, druk dan even op die abonneerknop en zet ook het belletje aan. Dan ben jij de eerste die een berichtje krijgt als ik een nieuw filmpje online zet. Elk levend wezen op aarde heeft DNA in zijn cellen. Je weet wel, die spiraaltjes of dubbele helixen. Dit DNA bevat al onze erfelijke informatie en ook de informatie om eiwitten te vormen. Deze eiwitten worden gemaakt met behulp van mRNA, messenger RNA of boodschapper RNA. mRNA is een kopie van een DNA-instructie om een bepaald eiwit te maken. Dit noemt men transcriptie. mRNA zal aan de hand van die instructie een specifiek eiwit maken. Dit noemt men translatie. Het totale proces noemt men eiwitsynthese. Oké, nu we dit weten, hoe kan dit RNA-vaccin ons beschermen tegen corona? Het coronavirus gebruikt stekeleiwit of het spike-proteïn om onze cellen binnen te dringen. Als we dit verhinderen, kan het coronavirus ons in principe niet ziek maken. Wetenschappers hebben de mRNA-code van dit stekeleiwit kunnen ontcijferen. Farmaceutische firma's zoals Pfizer kunnen met deze kennis aan de slag om het mRNA van stekeleiwit te produceren. Spuit je nu dit RNA-vaccin in het menselijk lichaam, dan beginnen onze cellen dit stekeleiwit te produceren. Dit stekeleiwit is geen lichaams-eigen eiwit en moet dus vernietigd worden door ons immuunsysteem met antistoffen. Ons immuunsysteem moet dit nog leren, want dit stekeleiwit is nieuw. In ieder geval, de volgende keer dat het immuunsysteem het stekeleiwit tegenkomt, wordt het meteen vernietigd. Worden we nu besmet met het coronavirus? Dan probeert het coronavirus met het stekeleiwit, het spike-eiwit, onze cellen binnen te dringen. Ons immuunsysteem treedt onmiddellijk in werking en het coronavirus kan onze cellen niet binnendringen. Resultaat, de kans dat we ziek worden van corona is nu veel kleiner. Geef me een vette duim omhoog, abonneer je gratis op mijn kanaal, zet ook het belletje aan, deel dit filmpje met je vrienden en laat ook wat commentaar achter onder het filmpje. Dag!